Ten eerste geweldig dat jullie hier allemaal zijn. Ik vind een dik applaus, want dit is gewoon... Ik begrijp van onze kaderleden hier, dit hadden ze zelf niet verwacht. Dus chapeau. We gaan naar de orangerie. We schrijven ons in voor de staking. We gaan net zo lang door tot het nodig is. En een dik applaus voor jullie zelf, want dit is echt schitterend. We zijn in staking voor een betere CAO. Wij hebben 3% gevraagd per 1 augustus 2017. Toen was onze CAO al afgelopen. En 2,5% 2018. De afgelopen jaren hebben wij onze loon gematigd, omdat het in de sector wat slechter ging. Ja, het gaat nu weer beter in Nederland, dus wij willen nu ook eindelijk eens een keer mee profiteren. We hebben al jaren water bij de wijn gedaan. We hebben al jaren alleen maar een kleine loonbod gehad. En voor de rest hebben we geen afspraken gemaakt voor andere zaken. Het is wel heel ongemakkelijk voor het bedrijf dat er nu het grootste gedeelte plat ligt voor 70%, denk ik. Ja, dat is zeker zo. Ja. Het kan natuurlijk best zijn dat we de aankomende weken misschien wel weer moeten overwerken om de schade een beetje in te halen. Ja, dat moet dan maar helaas. Respectloos is dat ze de mensen overvragen in hun werk. Meer uren draaien voor eigenlijk minder geld, want dat kun je eigenlijk haast wel zeggen. Ze willen niet meer betalen. Toeslagen willen ze zoveel mogelijk afhalen. Het is nu niet doorgegaan, maar daar praten ze wel continu over. Ja, er zijn mensen in onze sector die zijn 8-9 jaar aan het werk in hetzelfde bedrijf, in dezelfde lijn, afdeling. En die mensen die worden gewoon na 3 jaar, een halfjaartje weggestuurd en dan mogen ze 3 jaar weer komen tegen een lagere salaris. En dat gaat nu al voor sommige mensen 8-9 jaar lang. Nou, dat is niet erg netjes naar die mensen toe. Treft het de bedrijven hard zo vlak voor de feestdagen? Als het even zo doorgaat, dan kunnen we hier geen productie uitleveren aan de winkelketens. Dat houdt in dus dat er geen vlees waren op je boterham. Want dan wordt het bijna dichtgeslagen. Ik denk dat de fabriek voor 70% stil ligt op dit moment. Ik weet niet wat er met de middagdienst nog gaat gebeuren. Ja, het is voor Stegeman een grote impact wat er nu gebeurt. Oh, ik denk dat je niet te lang moet staken. Dat je gewoon... Ja, dat is ook niet gezond natuurlijk. Dus, maar misschien dat er nu een keer wat gaat gebeuren. Nou, inschrijven maar, hè? Ja, dankjewel.